In de Oostvlietpolder bij Leiden ligt het Vogelhof. Volgens het bordje een bijzonder wijde vogelgebied. Al wordt daar door sommigen anders over gedacht. In de volksmond wordt het Vogelkerkhof genoemd. Het Vogelhof is in 2011 aangelegd. Sindsdien heeft beheerder Wilbert van der Post het aantal nestjes alleen maar zien afnemen. Voor de aanleg van de weidevogelgebied was er 137 nesten. En ja, ik geloof dat het afgelopen jaar dat de telling ergens rond de 15 lag of zo. Dit geldt niet alleen voor het Vogelhof. Heel het Nederlandse landschap wordt steeds minder geschikt voor weidevogels. Het is alle hens aan dek om onze weidevogel, de grutto en de kieviet en de zwarte sterren, zo goed als mogelijk in de benen te houden. Een gebrek aan voedsel voor de kuikens van de weidevogels is een van de grootste problemen. In de grond zitten te weinig insecten. Maatregelen om dit te verbeteren, zoals het grondwaterpeil verhogen en het verbieden van kunstmest, hebben in het Vogelhof niet geholpen. Het is nog maar de vraag of de 6,3 miljoen euro die de provincie nu extra wil uittrekken, de weidevogels wel gaat helpen. Geld tegen aansmijten kan wel, maar dan moet er op de juiste manier moet het gebruikt worden. En niet met ideeën die er nu zijn gekomen die totaal niet werken. Daarom wil Provinciale Staten van de gedeputeerden een concreet plan zien. 6 miljoen is een groot bedrag. Dat zijn belastingcenten van de inwoners van Zuid-Holland. We willen dat heel goed besteden. Dus we willen beter weten waar het aan besteed gaat worden. In samenwerking met natuurorganisaties gaat de provincie de maatregelen voor de bescherming van de weidevogels nu uitwerken.